project is weer een voorbeeld van een goede match en toont weer eens de betrokkenheid van de burgers en verenigingen bij onze gemeente. Vaak wordt er gesuggereerd dat samenwerking zo moeilijk is, maar dit geeft ons weer extra moed en vertrouwen voor onze gezamenlijke toekomst. Een bijzonder moment op een bijzondere plaats, hier in het epicentrum van cultuurhistorisch Bunschoten. En op een bijzondere dag, Valentijnsdag. Het kan toch geen toeval zijn? Het is een gedenkwaardige dag vanwege de ondertekening van het convenant digitale ontsluiting van de historische collecties van gemeente en historische vereniging. Nu komen de gemeente en de historische vereniging elkaar wel vaker tegen, in positieve zin, als het om het culturele erfgoed gaat. Ik denk bijvoorbeeld aan de uitgave van Bunnenstoriaal, de cursussen Botten Modelbouw, Nette Boeten en Breien, Houtsnijden, Klederdracht maken en niet te vergeten de cursus Vis en Vlees roken. Zonder de gemeente, in alle eerlijkheid, zouden deze cursussen niet in stand gehouden kunnen worden. En gezien de belangstelling ervoor en de deelname eraan van binnen en buiten de gemeente Bunschoten, voorzien ze in een behoefte. Het culturele erfgoed is een rijk bezit, dat het meer dan waard is om bewaard en gekoesterd te worden. Wat je niet bewaart, verdwijnt namelijk. Sterker nog, het is verdwenen voordat je er erg in hebt. Ook het vastleggen van de daarbij behorende gegevens is noodzakelijk, omdat je nu nog veelal mensen hebt die kennis van zaken en personen hebben en die bereid zijn om hun kennis te delen met anderen. En iedereen kan foto's en dergelijke bekijken. En we willen het zo vrijelijk mogelijk voor iedereen toegankelijk stellen. Is het ook zo dat is die site nu al beschikbaar? Kunnen we er al naartoe? Nee. Dit is eigenlijk de start van het proces. We zijn eigenlijk net begonnen met de ontwikkeling daarvan. En we verwachten ergens in het najaar dat die beschikbaar gesteld kan worden voor het publiek, zeg maar. Ik denk dat er heel veel mensen naar uitkijken. Ik denk dat er best wel mensen zijn die er naar uitkijken. Er zijn heel veel mensen die waarschijnlijk er doorheen bladeren en denken van hé, wat leuk, dit is een oude foto. Dit is een foto van mijn oma vroeger bij het oude huis waar ik geboren ben. Ja, want eventjes over het zoekprogramma. We kennen natuurlijk allemaal Google enzovoort. Dan zoek ik op de naam van mijn ouders of de straat of hoe gaat het worden? Dat zou kunnen. In principe wordt dan elke foto, die wordt beschreven. Daar wordt zogenaamde metadata aan toegevoegd. Dus ook zoekvelden en dergelijke. Als er namen bekend zijn in feite van families, kunnen die er ook bij komen te staan. Dus straks wordt het inderdaad heel makkelijk om binnen dat erfgoedportaal met Beeldbank te gaan zoeken naar foto's die iets met je eigen verleden te maken hebben. Ja. One night of magic rush, a star to signal time. One night to push and scream, and then relief. 10 days. Ja, voor u wordt gepresenteerd het zogenaamde Scan-team, ook wel het Dream-team genoemd, waarin de wethouder al naar verwees. Ik ga even peilen van wat nou precies jullie rol is. Je kunt wel scannen, maar wat is nou precies scannen dan? Precies scannen. Dat alles netjes er in een bepaald bestand terechtkomt, overzichtelijk. Jaartallen vanaf het begin tot nu. Het is nauwgezet werk in overleg. En daar weet Piet ook een heleboel over te vertellen. Ja, weet Piet nog meer? Dat beweert hij, maar. Ja, wat doen we? Ja, het scannen, wat is dat? Gewoon het zorgen dat het de papieren foto een digitale foto wordt. Dat is toch een megaklus om 10.000 foto's te scannen? Ja, maar je moet gewoon met de eerste beginnen. En dan kom je vanzelf bij de laatste. Het begint vaak bij de eerste. Misschien dat u even de microfoon kunt vasthouden en ook je buurman even kunt vragen, precies. Of kan je het zelf? Wij scannen hele leuke bestandsfoto's. En die worden ook getigitaliseerd of zoiets. En die foto's die gaan over sport of bepaalde dingen van vroeger. En dat is allemaal heel leuk. Het gaat als een trein. Iemand een bepaalde stapel of was het zomaar allemaal foto's? Het zijn allemaal foto's. Je
je pakt een doos en of je pakt een album, je begint hem eerst te strippen. Dus vervolgens haal je alle foto's uit het album en dan ga je het nummeren. En vervolgens beginnen we met scannen en behulp van het nummer wat achter op de foto staat, geven wij even tijdelijk een bestandsnaam. En uiteindelijk komt daar de metadata aan te hangen. Dus. Goeiedag, wat een klus. Even naar je buurman. Waren erbij die alleen maar foto's of ook kaarten of ook boeken? Hoe werkt dat precies? Hoe bedoel je? Nou, is het al allemaal foto's geweest of zijn het ook stukken tekst? Of? Nou, het waren ook ansichtkaarten. En we hebben ook de achterkanten van de ansichtkaarten zijn ook gescand. En de tekst van die ansichtkaarten en de afzender en waar het naartoe gaat, die hebben we ook genoteerd. En postzegels van vroeger? Nou, er zaten heel veel postzegels van vroeger op inderdaad, ja. Ja. Maar die hebben we keurig laten zitten. Okay. Zijn er nog? Ja, aan de hand van, ook onder andere aan de hand van de postzegels, konden ook mede bepalen in welk jaartal nou die ansichtkaart was verzonden. Dus dan wisten we ook dat die foto was in ieder geval genomen voordat die postzegel was gestempeld. Natuurlijk, ja. Oh, dat is een handigheidje om even de precieze tijd en de datum te weten. Ja, dat hielp. Okay. Nou, interessant. Ik heb het genoeg om nu tussen het Dream Team te staan. Nou, wie is dat nog meer geëerd? Dankjewel. We zoeken achter de computer van de familienaam of andere namen die erin staan of een gebeurtenis die er geweest is, dat ze daarop kunnen zoeken. Dus het belangrijkste is dat het goed doorzoekbaar wordt. Is het ook belangrijk, heb je erover nagedacht, vast wel dat mensen in Australië of in Amerika uiteindelijk digitaal hun roots kunnen zoeken? Ja, daar hebben we over nagedacht. Het zou heel mooi zijn als dat zou gebeuren. Want er is natuurlijk best wel vraag naar. Er zijn bunschoters in en vreemden. Ja, maar er zijn ook mensen dat bij de historische vereniging lid. Dus er gaan heel veel boekjes al over een hele grote zee heen om in het buitenland gelezen te worden. Nou, ik ben benieuwd. Ik kan niet wachten tot de site open gaat. Ja, ik ook niet. Dankjewel.